Welkom terug bij een nieuwe video van Pakken 5. Vandaag hebben wij dus de 25 euro microfoon waar ik dus jullie even uitgelegd wat er nou fantastisch aan is en wat nou eigenlijk niet zo heel fantastisch aan is aan dit microfoontje. En wat zijn mijn bevindingen en wat denk ik algemeen over het product zelf? Is 25 euro waard of niet? Oké, de eerste punt wat ik echt nadelig vind aan dit product is van de lengte van de kabel. Het kan een voordeel wezen voor sommigen, maar ook een nadeel voor anderen weer. Voor mij is het echt een nadeel, want het liefste record ik gewoon met de microfoon direct ingeplugd in mijn smartphone en hou ik het gewoon lekker simpel. En wat ik ook nadelig vind aan deze microfoon is dit uiteinde hierop. Maar dit is dus de einde wat in jouw telefoon komt. En in mijn telefoon prop ik dit hele bosje met het klosje eraan helemaal in mijn broekzak. En dat kan best wel een bende worden eigenlijk daarin. En dit plugje kan best wel strak aangetrokken worden, waardoor er dus kans is, wat ik dus verwacht eigenlijk binnenkort al, dat de kabel zal gaan breken. Het andere nadeel wat ik hier ook vind, van dus normaal als je dus wil opnemen op je smartphone, dan hoef je helemaal geen batterijtje te hebben of wat dan ook, dan heb je alsnog dit dingetje eraan, dit soort van capsule waar dus de batterij in zit. Ik kan het wel even jullie laten zien. Ik zal hem even opendraaien. En er zit een hele kleine batterij in. En ze gaan 700 uur trouwens mee op een batterij. Dus dat is wel gewoon een hele lange periode. Het is niet dat je om de 10 uur weer moet verwisselen. Nee, ze gaan ook daadwerkelijk wel een hele lange tijd mee. Maar ik vind het gewoon nadelig dat je elke keer moet switchen. En dat je per se dit ding eraan moet hebben weer te gebruiken. Want je hoeft het hele ding alleen te gebruiken als je hem wil verbinden met je PC. Of jouw camera, of iets anders dan een smartphone tenminste. Een nadeel daarmee is dat ik best wel veel ruis ervaar als ik het gebruik met het batterijtje aan. Ik heb bijvoorbeeld op mijn laptop ingeplugd. Ik ging op Discord, ik ging even met mijn vriendin even gamen. En die ervaarde toch best wel veel ruis op haar achtergrond. Waarbij ik het eigenlijk niet ervaar op mijn smartphone. Wat wel best wel apart is eigenlijk. Misschien heb ik een setting verkeerd gezet. Of is er iets gewoon verkeerd gegaan met mijn mobiel of met mijn laptop, met mijn ingang. Maar op dit moment ervaar ik veel ruis en is niet heel prettig. Als je nog een beetje wil horen hoe het klinkt. Hier heb ik een voorbeeld van mijn laptop. En dan kun je een beetje nagaan hoe het een beetje zit. Ik zit natuurlijk niet in de meest ideale ruimte. Het heeft natuurlijk wat echo. Er zit niet zoveel op de muren. Dus dit is nu voor nu hoe het klinkt. En hier heb ik een voorbeeld van in mijn camera. Oké, dus zo klinkt de microfoon via mijn camera. Ik heb helemaal geen instelling aangepast van mijn vorige microfoon. Hiervoor had ik de Rode VideoMic Pro op gebruikt. En dat zijn nog steeds de instellingen die ik hiervoor gebruik. Eigenlijk gebruik ik het nooit op mijn camera via deze manier. Maar altijd gewoon in mijn smartphone. Want ik heb gewoon daar de beste ervaring mee uitgehaald. En de kabel is gewoon veel te lang en irritant om continu zo op te nemen via mijn camera. Dus ja, weet je, ieder zo'n ding. Oké, dus je hebt een beetje de verschillen gemerkt hoe het klinkt nu versus mijn telefoon, wat je dus nu hoort. Want ik neem dit allemaal op met de Boya M1, tenminste deze microfoon. Het is zelfs zo lastig om uit te spreken, ik vergeet het elke keer weer. Ja, en wat krijg je eigenlijk bij dit product allemaal voor de rest met dit, zeg maar? Want je ziet dat hier wel een klein foamkapje op zit. En die kreeg je dus ook gratis bij, wat top is. En je krijgt ook nog een travel pouch, zo'n klein zakje erbij, waar je dus in kan stoppen en kan meenemen. Bijvoorbeeld als je op reis gaat en niet wil, alles wil kwijtraken eigenlijk. Zelf gebruik ik niet, maar het zit erbij als je dat zou mogen willen. En je hebt natuurlijk ook een clipje erbij om je te bevestigen aan je shirts. Alleen dit ding zou ik niet gebruiken op dunne shirtjes, want hij klemt echt verdomd goed en je zal gaten kunnen zien in shirtjes. Als het tenminste van dun materiaal is. Wat ik dus had met mijn t-shirtjes zoals dit. Als ik het hier op klem, komen er een beetje beschadigingen in. Niet helemaal fijn, maar ja, het is niet anders soms. Maar nu gaan we over naar wat ik echt top vind aan het ding. En de top dingen aan deze zijn is onder andere het klemmetje ook. Hij klemt super goed. Het is niet losjes of wat dan ook. Het klemt gewoon hartstikke stevig eraan vast. En dat is very nice. En de tweede natuurlijk de audio kwaliteit. En dat is juist wat het ding zo fantastisch maakt voor de prijs. Is de audio kwaliteit. Het is echt super fantastisch. En het is nog beter dan mijn 160 euro microfoon. De Rode VideoMic Pro. En dat is natuurlijk een ander soort microfoon. Dus het is ook weer verschillende gebruikscenario's natuurlijk wat je hebt.
Maar als je daar een vergelijking van wil horen, zou ik zeggen, ga naar deze video hier rechtsbovenin en dan weet je hoe dat verschilt. En als je eigenlijk wil weten hoe het klinkt tegenover een ingebouwde microfoon van de camera, dan kan ik je nu dit laten horen. Zo, dit is dus nu op de ingebouwde microfoon van mijn DSLR. Dus dit is de Lumix G85. En dit is dus nu hoe het klinkt daarop. En als we nu overschrijven op weer naar deze microfoon, dan weet je hoe dit klinkt. En het is echt een wereld aan verschil. Dit zou echt een super goede upgrade wezen als je gewoon iets zoekt op een laag budget. Voor mij, althans, vind ik 25 euro een prima bedragje om eventjes te kunnen uitproberen of het wat voor je is. En de microfoon is trouwens ook omnidirectional, dus al het geluid om je heen pakt hij ook daadwerkelijk op. Natuurlijk, dingen achter je zal je natuurlijk minder hard horen dan natuurlijk voor je, omdat je natuurlijk je lichaam ertussen zit. Het is een soort van soundwall wat een beetje ook al het geluid een beetje blokkeert. Dus wat vind ik van het product? Ik vind het echt een absoluut topproduct. 25 euro, je kan niet gewoon beter krijgen, denk ik, zowat voor opnemen zoals ik nu doe. Vloggen is natuurlijk een ander verhaal. Je bent veel in de beweging en je hebt niet zo zin in een kamertje rond te bungelen overal. Is niet heel ideaal voor, maar als je bijvoorbeeld video's zoals mij wil maken, terwijl je hier gewoon staat, een beetje wat te praten tegen de camera, is het super fantastisch. Het is echt fantastisch, jongens. Het is echt fantastisch. Ik heb er geen andere woorden voor. De lengte van de kabel is alleen een beetje nadelig met de capsule erbij. Maar ja, het is het een of het ander. Dus ja, weet je, de keuze is in jou. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video.